één handje, maar... We staan hier aan de Mare Poortkade, want daar wordt nu met een kraan van Bambam, de steenhouwerij, geprobeerd om de bakfiets van Better Bagels van de Lange Mare eruit te halen. Die is op 3 oktober de onbekende in het water gegooid hier in de Mare Singel. En dat is nog best een klus, want het is een groot gevaarte. Ja, hij ligt helemaal onder water, dus de duiker die probeert nu een... De Singel heet dat, geloof ik, eromheen te leggen. Die is net ook al even onder de bakfiets doorgedoken. Ja, dan komt hij langzaam boven water. Nou, hij is zo te zien nog wel intact. Maar een beetje schoonmaken, dat zal zeker nodig zijn. En de fietspomp zit er nog in, hebben ze net al gezien. Hij staat zo te zien ook op slot, dus daar hebben degenen die dit gedaan hebben nog een aardige klus aan gehad. Voordat ze hem helemaal het water uittakelen, wordt hij zoveel mogelijk leeggeschept met een emmertje. Ja, dat scheelt natuurlijk allemaal en dat zorgt er in ieder geval voor dat hij niet beschadigd raakt. Of in ieder geval niet verder beschadigd raakt. Ja, dat was het, jongens. Ja. Is hij nog heel? Het lijkt er wel op. Alleen? Je moet wel een beetje revisie hebben. Kijk, hij staat ook nog even kort, hè? Ja, dat wou ik zelfs hebben met dat hele end. Ja. Ja, belachelijk, toch? Ja, dat dacht ik al. Dat soft guy niet open. Dat is die kant denk ik. Ja. Ja. Ik woon dit bijna hier. Ik woon hier. Oké, vandaag uit het jaar. Oké, ik zie jou nog zien. Oh, dat heeft hij ja. Nou, met dat je werkt, dan ligt hij op de rand. Heel mooi nieuwe bagel.